Je zou ook een boek kunnen schrijven over Jutta Leerdam. Klopt. Ja. En dat doet het in deze tijd veel beter. Ja, tuurlijk. Maar weet je waarom ik dat soort dingen nooit zal doen? Omdat zij beheren met hun Instagram en alles wat zij doen, hun hele eigen leven en ook hoe ze naar buiten willen treden. Elke foto van Jutta Leerdam is gestyled die ze naar buiten komt. Ik vind dat verschrikkelijk, want niks is puur in mijn ogen. I love you. I love you. I love, I, love, I love you. Like la, 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 la. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Leermoment. De podcast met studenten en jong professionals over drank, liefde, carrière, geld, studeren, docenten. en over taal. De belangrijke dingen in het leven. Ik ben Jelle en ik zit naast Juri van der Buske. En hij heeft heel veel boeken geschreven. Die liggen hier fantastisch uitgestald. Daar mogen we hem van alles over vragen. Juri werkte voor de Telegraaf, heeft daarna voor VI gewerkt. En uh, daarna weer naar de Telegraaf. Dat ja. klopt allemaal. En uh, binnenkort gaat hij over een schaatster. Uh, Marianne Timmer gaat hij een boek schrijven. En we zitten met twee studenten. Jongens, stel je jullie zelf even voor. Met drie studenten zitten we. Vertel. Hallo, nou, ik ben Signalis. Ik zit op uh, ROC van Lelystad. Welke, welke opleiding doe je? Beveiliger. Beveiliger? Ja. Oké, okay. dus we moeten een beetje voor je oppassen. Nee, nee, nee. nee Oké, okay. okay, je bent een lief. Ja. En jij? Uh, mijn naam is Carmen, ik kom ook uit Scala en ik doe facilitair werk. Oké, okay. heel goed. Mijn naam is Lola en ik zit ook op Scala en ik doe ook facilitair werk. Wat is Scala? Is dat een bepaalde. Scala opplaats? is luchthaven, dus alles rondom luchthaven. Oh, Oké, okay. heel goed. Gaat het goed met jullie jongens? Ja. ja? Hoe gaat het met jullie? Uitstekend. Ja, ik ben hier voor het eerst. En uh, ben je ook voor het eerst zo in gesprek met studenten? Uh, ja, podcast heb ik wel vaker gedaan, maar uh, zo niet. Ik heb wel diverse keren bij scholen, bij de kinderboekenweek bijvoorbeeld, uh, was ik de gast. Maar dat zijn vaak voor lagere scholen was dat. Ja. En dan ging het over, ik heb ook een kinderboek over Ajax geschreven bijvoorbeeld. Dus dat vonden kinderen heel interessant. En daar hebben ze ook van alles over gevraagd. Weet jij hoeveel studenten er onder jouw lezers zijn? Zouden deze mensen ook jouw boeken kopen, denk je? Ik denk het niet. Uh, nou ja, deze boeken die hier liggen. Ik heb ook andere boeken gemaakt, maar dat is vaak in, in eigen beheer. Dit is echt voor uitgevers en die zijn allemaal sportgerelateerd, voetbal. Uh, en de mensen die ik uitkies zijn ook vaak wat ouder. Gaat vaak na hun carrière. Dus het zijn best wel persoonlijke portretten van mensen van een vorige generatie. En ik merk tenminste aan jongere mensen dat vaak ze die namen niet meer kennen. Uh, dus dat, daardoor concludeer ik dat misschien dat publiek, niet onder jongeren zit. Jullie, je hebt vooral veel geschreven over voetbal. Ja. Wat heb jij met voetbal? Nou ja, dat is het klassieke beeld dat je als jongetje zelf uh, voetbalt. En, en uh, ze zeggen wel eens... Als je aan de hand van je vader bij een club binnenwandelt of een stadion... Dan is dat een soort magisch gevoel. En dat had ik met mijn vader in Amsterdam in, in, uh, in de meer. Waar Ajax toen nog speelde. Dus ja, dat doet dan iets met je. En voetbal werd mijn hobby. En ik heb... Even aan geroken doordat ik bij AZ werd uitgenodigd in de, in de jeugd. Maar ik kwam me heel snel achter dat ik dat niks vond. Ik had niet de mentaliteit om topvoetballer te worden. Maar jij vond waarschijnlijk zelf dat je wel de mentaliteit had? Uh, nee, het maffe is dat ik gelukkig. Uh, ik heb heel veel beperkingen ook uiteraard. Maar ik heb wel heel snel al het zelfbeeld gehad. Dat ik wist, nee, ik ben hier niet voor weggelegd. Ik ben ook zelf gestopt. Dat vonden ze heel raar. Maar ik wilde schrijver worden op een gegeven moment. Dus. Uh, dat zat al heel snel in mijn hoofd. En dat heb ik eigenlijk... Uh, de meeste jongens willen profvoetballer worden. Hè? Of, of uh, iets anders. Maar ik, ik dacht, ik ga schrijven. Dus... Hey, aan de hand van je vader ging je naar de meer. Ja. Um, was je vader trots op dat jij voetbalboeken ging schrijven? Hij zei dat nooit in het begin. Uh, pas later, toen hij wat ouder was. Maar ze zeggen wel eens dat mensen dan milder worden. Dus, uh... ja. Wat was uh, wat zijn professie? Wat was zijn baan? Hij was uh, een hele goede theaterfotograaf in de jaren 50 en 60. Ik heb daar vorig jaar een boek over uitgegeven als eerbetoon aan hem. <coughs> dat heb ik in eigen beer gedaan. Dat was heel mooi om te doen. Heel veel jazz, theater en, en uh, eigenlijk alle podiumkunstenaars van toen heeft hij gefotografeerd. En later werd hij cineast. En hij kreeg uiteindelijk Alzheimer. En uh, dus één boek over die vader zijn zoon, en zonen, dat heb ik aan hem opgedragen. Uh, en helaas op die dag, uh, ik heb het op vaderdag overhandigd, dat het eerste exemplaar. Ik had er wat ingezet en helaas op die dag uh, drong het niet meer tot hem door. En dat was voor mij de eerste keer dat ik besefte dat hij wegleed. Uh, terwijl ik juist dit boek aan hem en aan mijn eigen zoon heb opgedragen. Want ik vond, je ja, had het zelf over drie generaties. Nou, dat heb ik ook met mijn eigen kinderen. Dus ik vond dat een hele mooie symboliek. En, uh, dus ja, dat was het moment in 2013 dat hij, uh, dat hij beginnende Alzheimer had. Nou, hoe belangrijk is een vader voor een sporter? Ik, nou ja, sowieso denk ik dat een vader, ik weet niet hoe jullie band is met jullie vader, maar... Uh, of moeder. Een ouder is sowieso belangrijk. En op een gegeven moment vind je ze natuurlijk vreselijk vervelend. en dan kun je ze wel achter de bank plakken. Maar uiteindelijk leiden ze je wel. Hè, ze leiden je de weg die je kan gaan. of, of ze begeleiden je daarin. En uh, ja, mijn vader bracht mij weg. en op de achtergrond was hij er. Ik hou niet van die vaders. Uh, die dan schreeuwend langs de kant staan. en uh, heel dominant aanwezig zijn. Ja, was ik. <laughs> en, uh, voor, voor wie is jou belangrijk? Uh, je vader of je moeder? Zo, dat is wel echt een hele moeilijke vraag. Ik, nee, dat kan, kan ik echt niet kiezen. Nee. Nee. Wat Reda. is de invloed van jouw vader op jou? Goed je best doen. Ja? Ja. ja dat hij is houdt de winter eronder, dus hij, hij, ja. euh, je moet presteren. Ja. Hoe staat bij jullie jongens, je vader? Speelt hij een belangrijke rol? Het speelt geen belangrijke rol. Dat wil ik niet. Want? Of mag ik dat niet vragen? Ah, ja. Hij heeft vijftien heeft kinderen en vier daarvan zijn mijn leeftijd. Nee. Dat kun je raar noemen. Ja. Ja, zeker raar. Ja. Heb je contact met die, met die oh, drie andere? Ja, tuurlijk. Anderen? alleen voor Nee, Maar ik bedoel, die vijf, die vier kinderen die allemaal dezelfde leeftijd ja, hebben, nee, hebben jullie ik, contact? Ik heb contact met allemaal. Ja. Ja? ja. Hoe is dat bij jou? Uh, ja, ik heb een heel goede band met mijn ouders. Mm -hmm. En ik voel gelijk dat ik best wel dezelfde ja, kennismaking en gedachten. En zo dingen kan delen met mijn vader, bijvoorbeeld. Dat, dat we gewoon dezelfde humor hebben en zo. En uh, dan heeft mijn moeder dus altijd mij verzorgd en daardoor had ik door haar dus Deens geleerd. Dus dat is onze tweede taal. Terug even naar jou, Juri. Je hebt bij de Telegraaf gewerkt en je hebt bij VI gewerkt. Nou heeft VI, als het gaat om voetbal, veel betekend, maar ook als het gaat om de media veel betekend. Hè. Het was eerst gewoon ja. een voetbalblad, en vervolgens werd het een voetbalprogramma, en vervolgens werd het, het programma wat heel veel spin-offs kreeg, de de best bekeken. Uh, televisieprogramma's zijn gerelateerd aan VI. Ik ga het kort door de bocht. Heb je dat gerealiseerd? Hoe belangrijk dat is geworden? Nou, het is wel aardig. Toen ik kwam, ik ben toen uh, uh, binnengehengeld door Johan Derksen. In die tijd was hij nog hoofdredacteur. Dat is de man met die snor. man met die snor. Nou, het grappige is, jij zegt dit nu. Maar ik denk dat de meeste mensen hier, als je zegt VI... associëren ze dat met het programma op tv. Ja, ja. Uh, in de tijd dat ik daar kwam werken, in 2008... had ik net 21 jaar telesport erop zitten... Toen was VI nog gewoon een heel toonaangevend weekblad. Uh, en, en in de jaren daarna is het heel erg veranderd. En ja. ik weet nog de dag dat Johan Dirks tegen ons zei... dat we veel meer een gezicht moesten worden als slaggever. Dus je werd een soort uithangbord van het merk. Uh, ook bij clubs. En dan kwam langzaam, toen het programma TV kwam... werden wij ook geacht om aan te schuiven. Nu is dat de bar. Dan had hmm, je ook ja. een andere setting, maar in dezelfde rol. Hè? Je moest gewoon dat dingen duiden. Dat werd steeds belangrijker. Maar daardoor merkte ik ook dat mensen steeds meer behoefte hadden aan heel veel kort, vluchtig, maar het moest vooral lekker scoren. Uh, daar had ik moeite mee. Ik ging vaak met tegenzin naar die tv, omdat ik dacht: ja, ze willen eigenlijk dat ik uh, uh, heel flashy en, en snel wat roep. Ja. En het liefst wat ook nog een beetje geruchtmakend was. Wie kijkt het wel eens? VI? Nee, niemand. Jullie ook niet, jongens? Ik heb er wel van gehoord. Ja, ja. Heel vrouwonvriendelijk programma, hè? Nou, maar dat komt denk ik ook omdat er heel veel flitsen worden. Heel, op online uh, zie je heel veel social media, komen allemaal filmpjes voorbij. Dat is ook wat gevaar, vind ik, van dat soort dingen. Ze plukken er een paar quotes uit. Dat zie je ook met die knip- en plak-sites. Uh, en ze maken daar hun eigen nieuws van. En vaak zit er nog wel wat context achter. Uh, als je dat helemaal hoort, ga je er toch iets anders over nadenken. Ik vind dat gewoon het gevaar in het algemeen van... Van de media. Het is allemaal te vluchtig geworden. Er moet snel gescoord worden. Weet je wat ik het gevaar vind? Ja? Dat ze die voetballers overschatten. Dat René van der Grijp iets vindt van de regering. Gisteren hoorde ik dat Hans Kraai niet zo tevreden was over de presentatie van de koning. Schiet op. Hier heb je toch helemaal geen verstand van. Nee, maar geldt dat ook niet voor uh, RTL Boulevard? Zeker. Waarin, uh, zeker. Mensen, maar uh, de, de voetballers als Hans Kraai. Daar, daar zit je toch niet om om zijn mening over het te nee, Maar kabinet Dat is dus exact uh, wat het pijnpunt is van de media tegenwoordig. Dat zij niet een inhoudelijk programma kunnen voeren. Dat is ook wat Pieter Omzicht nu wil. Die wil inhoud. En yeah. inhoud is bijna vies woord geworden. Dus wat doe je dan? Als je over politiek gaat praten... of over klimaat of dingen... dan moet je er juist uh, iemand na zetten... die er helemaal niets van weet... maar die wel allerlei onzin roept. Een Gerard Joling of ja, noem maar iemand. Dat? Vind je dat? Nee, maar dat is, dat, is niet, uh, uh, dat is niet mijn mening. Het is hoe de talkshows werken. Yeah. Zij willen gewoon spraakmakend zijn. Dus als je dan Famke Louise neerzet... Die je laat discussiëren met Dirk Gommers. dan weten ze. nou ja, jij lacht er al om. dat is dus. dat gaat een leven leiden. Inhoudelijk is het flut. Ja. Maar iedereen lult daarover. Wat vinden jullie daarvan? Weet je wie Femke Louise ja, is? Ja, ja, ja? Dat, dat wel die wel. dan uh, de mening gaat geven over. Uh, uh, van alles en nog wat? Ze heeft een bepaald doelgroep gemaakt. En ik vind dat als zij een statement maakt... dan gaan die mensen dus dan ook denken... ja, ze heeft gelijk. Nou, het, probleem, het probleem is dat zij zich niet verdiept in de materie. Nee, inderdaad. Dus, ja. Ja, en dan gaan heel veel mensen lopen erachteraan. Wij ja, noemen ja. dat in, een influencer. Hè? Ja, inderdaad. Het, hebben jullie influencers? Van mensen die jullie, voor jullie belangrijk zijn? Of voor je mening? Ja, Enzo En zo. waarom is hij belangrijk voor jou? Nou, niet belangrijk, maar ik vind hem wel... hij is wel echt een toppertje. Hij begon echt als een, uh, een nietsnus. En hij heeft echt... Bewezen gewoon dat hij echt ver is, gewoon met YouTube. Ja, ik volg hem al sinds dat ik uh, 13 ben of zo, en ik ben nu bijna 24. Hey, en uh, vind je het ook belangrijk wat hij vindt van andere dingen, bijvoorbeeld het leven of de liefde? Of uh... nee, nee, ik, vind niet, ik ben niet met alles eens wat hij allemaal vindt, maar ja, iedereen is we in Jink. hebben voetballers een voorbeeldfunctie? Ja, zeker, alles wat zij zeggen wordt uitvergroot. En wat ik net al aangaf, dat, dat is vaak ook heel lastig. Hè? Dat wordt echt op verkeerde manier, maar ook vaak op een goede manier. Ze worden vaak slecht begeleid. Jongens die zijn jong, influencers in die wereld gaat alleen maar veel geld verdienen. Iedereen kikt eigenlijk op het geld wat ze hebben, op de status, nog erger is de overtreffende trap. Hè? Wat Kluiver toen heeft gedaan, dat je iemand doodrijdt, of dan wordt het heel heftig. Uh, het is op het ogenblik ook erg bond bij voetballers om meiden te verkrachten. Hè? Nou ja, al of dat soort dingen. Spanje, Engeland, uh, de meest verschrikkelijke dingen gebeuren daar. Hè? Ja, maar dat, dat doet dus uh, roem en status met je. En veel geld als je veel te jong bent en te weinig hebt meegemaakt. Ja. En slecht wordt begeleid. En dan denk ik iedereen, en dat doen voetballers dus ook. Hè, die associëren zich vaak heel erg met de rappers. Dat vind ik prima op zich, hè, qua muziek. Maar ze doen het ook qua leefwijze. En, en dat wordt zo benadrukt dat als voorbeeldfunctie gaan alle jonge spelers of, of verdetters. Gaan denken dat ze dat leven willen leiden. En daar vind ik een gevaar zitten. Omdat ja, dat leidt tot excessen. En, en ja, al die jonge kinderen kijken daarnaar. He, die influencers zijn belangrijke mensen van deze wereld. Ja, dan moet je je realiseren dat je, dat je bepaalde uh, voorbeeldfuncties hebt. Je kan niet uh, 200 gaan rijden in een auto en dat lekker filmen. He, en dan vinden wij het raar dat uh, jonge mensen ontsporen in deze maatschappij. Jij hebt een, uh, het, het bijzondere verhaal van Nouri. heb je op een gegeven moment heel dicht, uh, vlak na dat hij die hartaanval heeft gekregen, wat, wat is het fascinerende van dat verhaal, wat jou betreft? Ik heb me voornamelijk heel erg gefocust op uh, de persoon die hij was. Hij was op jonge leeftijd een ongelooflijk verbindende factor. Hij was dus wel het goede voorbeeld voor heel veel jongeren op straat in Amsterdam. Met de manier zoals hij in het leven stond. En zoals hij ook uh, andere begeleiden, ook terecht wees. als ze uit de band sprongen. Die heel erg ook het voorbeeld gaf van: dit moet je doen en laten om een carrière te maken. Of het nou in het voetbal is. Of in de muziekscene of iets ergens anders. Uh, en dat uh, was een enorme tragedie. Omdat hij echt in de bloei van zijn leven, toen hij nog moest oogsten eigenlijk. Uh, uh, is weggerukt door die, door die hartstilstand. En uh, ja nu ligt hij in een soort vegetatieve toestand thuis. En is natuurlijk alles verdwenen. En dat, dat beeld op zich, dat is het thema van het boek wat ik schreef. Ja, dat fascineerde mij, hè. Dat, dat, dat mensen opeens van hun voetstuk vallen. Of je wordt er vanaf getrokken door het noodlot. En dat, dat heb ik inderdaad helemaal uitgediept. Dus dan hoefde ik niet eens de een familie daarvoor te interviewen. Dat, dat was toen ook te pril. Dat wilden ze toen niet. En terecht. Dus ik ben me juist op andere dingen gaan inzoomen. Dat is vaak wat ik doe. Dat ik ergens omheen ga. Dat je, dat je een andere. Uh, Ander invalshoeken gaat zoeken. Het, het was bijzonder hoe mede het zijn, zijn maatjes op hem reageerde. Dat heeft ook heel ja. lang geduurd. Op een gegeven moment zaten ze bij de wereldraad door met z'n drieën. Ja. Met, ja. Uh, dat, dat, toen merkte je dat Nouri echt zo'n ontzettend belangrijke factor was. Ja, ja. en dat is ook nou ja, het interessante van mijn werk dat als je dan een boek maakt, uh, het is juist interessant om, om, om dingen uit te diepen. En ik zei net al, naar nou hebben jullie een beetje door dat ik een, een tegenstander ben van die vluchtigheid. Ik zoek juist diepgang. En, wow. en dat kost meer tijd. En, en je staat ook wel eens een keer je kop. Je loopt als een keer tegenaan dat mensen niet willen praten. Of, maar je volgt dus een dood spoor. Maar over het algemeen krijg je daardoor wel de menselijke verhalen. Je, jij zegt: uh, Ik heb tijd nodig. Dat was er heel snel. Dat heb je in dat eerste jaar heb je dat verhaal gemaakt. Ja. En dan is. En dat is. Commercieel gezien is dat heel slim. Nou ja, in dit geval uh, staat, is het natuurlijk niet het boek Noori. Dus uh, daar heb ik niet eens bij stilgestaan dat het commercieel was. Ja, natuurlijk wel. Je, je, je bent een broodschrijver, toch? Uh, je, je, nee, je, je dient daar toch aan? Nee, en toen en toe niet. En eigenlijk nog steeds niet. Want ik heb altijd, had ik een baan, en schrijf ik boeken ernaast. Maar dat leverde wat op, toch? Ja, natuurlijk. Alleen uh, mensen denken dat boekenschrijven lucratief is. Je kunt niet van boeken leven. Boeken is eigenlijk boekschrijvers voor captobiesme. Hmm. En, en uh, er zijn boeken waar je honderden uren in stopt, uh, die je er nooit uithaalt. haalt. Hey, maar er zijn wel sportjournalisten die wel uh, heel rijk worden van een. Eentje? Uh, ja. Is dat er maar één? Michel van Egmond. Ja. ja. Wat is dan het grote verschil tussen Michel en jou? Uh, Michel is een grote uitzondering die echt ongelooflijk knap kan schrijven. Maar ik ken ook schrijvers die op het juiste moment een boek schrijven. Wat eigenlijk helemaal niet zo nee, ja, bijzonder precies. is. Maar dan ja, wordt het wel goed ja. verkocht op de hype. En ik heb dus altijd mijn titels uitgekozen op personages die ik interessant vond. Maar die stonden niet vol in, de, in het nieuws. En dat, dat, daar zit het verschil. Ja. Want jij kiest binnenkort voor een boek over Marianne Timmer. Dat is al bijna af. Uit, ja. Bijna? Ja. Je zou ook een boek kunnen schrijven over Jutta Leerdam. Klopt. Ja. En dat doet het in deze tijd veel beter. Ja, tuurlijk. Maar weet je waarom ik dat soort dingen nooit zal doen? Omdat... Uh, of ze moeten het zelf vragen, zoals bij Jan en Tim. Dat is een ander verhaal. Maar uh, zij beheren met hun Instagram en alles wat zij doen... hun hele eigen leven en ook hoe ze naar buiten willen treden. Elke foto van Jutta Leerdam is gestyled, die ze naar buiten komt. Hè, kijk maar, is net een soort Sylvie Meis. Ik vind dat verschrikkelijk, want niks is puur in mijn ogen. Maar als jullie een foto plaatsen, als jullie dat doen... Uh, neem je dan een foto van dat je bijvoorbeeld nu zo zit... en zet je hem dan online... Of ga je hem er nog helemaal met zo'n die dingen eroverheen, zo'n zo, zo, uh, helemaal bewerken? Ja, ik vind uh, locatie wel belangrijk. Dus als ik een foto maak, dan ga ik wel echt naar een nette, uh, net, uh, net, wat nettere plek. Maar je, je zit, je zit, jij zit in stoer achter een microfoon in een podcast. Dat is toch ook leuk om te laten zien? Ja, maar ik vind bijvoorbeeld uh, belichting vind ik wel echt belangrijk. Mm -hmm. Want vooral ook met een wat donkere huid is dat ook wel belangrijk. Ja. Dus het, het, het Photoshop en zo, dat doe ik inderdaad niet. Maar het gaat om de belichting en de ligging van waar je bent. En misschien hoe staat je kleding en ja. haar. Nou ja. Ah ja, ik vind het dan interessant. Ik zie het alleen dan bijvoorbeeld dan liever als ze uh, helemaal uitgeput over een In ieder geval anders. Waardoor ze puur overkomt op mij. En uh, als ik dan met haar een boek zou willen maken, dan moet ik eerst langs drie zaakwaarnemers. die allemaal daar iets over vinden. Dus je krijgt nooit de ruimte om het boek te maken wat ik zou willen. En ik kies mijn characters uit op de pure persoon die ze zijn. Kan je bij Marianne Timmer wel overal komen? Ja, maar die is uh, toen twaalf jaar geleden gestopt. En ja. haar gouden medailles waren uit 1998 en 2006. Dus die heeft al een carrière achter zich. En het aardige is, en daarom heb ik ook dit soort mensen geportretteerd... later kijken ze altijd anders terug. En zijn ze niet meer zo bezig met uiterlijk. Het, het zijn natuurlijk allemaal sportmensen... maar het is op een gegeven moment ook een merk... Ja, en iedereen dat... gaat op een gegeven moment denken dat dat het leven is, He? en dat je gewoon naar Vegas even kan vliegen in een privéjet om daar te gaan winkelen en weer terug. Dat dat allemaal normaal is. Mensen moeten beseffen dat het niet normaal is, dat het voor een klein groepje is weggelegd, maar dat ze ook zich wel ze gaan zich echt afzonderen. En je moet dus langs gewoon een muur van, van uh, voordat je erachter zit. En ik wil altijd de mens portretteren. Ja. Hey, tot nu toe had je vooral mannen geportretteerd. Ja. En vooral voetbalmannen. Ja. En nu ga je een vrouw portretteren en het is ook nog een schaatster. Is, is dat boek heel anders geworden? Nee, nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld voor deze doelgroep dat een leuk boek zal zijn. Ik heb het inmiddels ghostwriter geschreven, dus dat boek is dus in de ikvorm verteld. Maar Marianne Timmer is nu, heeft nu de Timmerfabriek opgericht en zij is heel erg bezig met vitaliteit. Uh, geeft veel lezingen ook op scholen, bedrijven, uh, ze begeleidt sporters. Het gaat heel erg over uh, gezond oud worden. Dus, hoe beweeg je goed, let je voeding, nachtrust. En dat vertelt ze aan de hand van haar eigen ervaringen. Uh, vertelt ze daarover. Ze interviewt tien mensen. En dat varieert van Erik Scherder, een neuropsycholoog, tot Jansen. Dus het is een soort gevarieerd boek. Wat, wat heel leerzaam kan zijn voor mensen jong uh, en oud. Uh, eigenlijk de vraag: het uh, thema is werken aan jezelf. Hè? Dat, dat je de beste versie van jezelf kunt worden. En dat vind ik leuk om met haar te bespreken, omdat zij ongelooflijk veel ervaring heeft. Ben jij je bewust uh, de, hoe, hoe dat overkomt bij je lezer? Of ben je gewoon een verhaal aan het maken? Nee, ik ben daar nu wel met uh, degen van bewust. Juist omdat uh, er zijn natuurlijk heel veel hulpboeken, voedingboeken, beweegboeken. Uh, allemaal goeroes die jou vertellen wat je moet doen. En dat is juist wat zij niet wil. Hè? Zij wil dus niet belerend overkomen, maar gewoon vertellen wat haar ervaring is en, en wat je zou kunnen doen. En niet je moet dit of je moet dat. Uh, iedereen moet iets doen wat, wat bij hem of haar past. En dat heeft met beweging en nachtrust en voeding te maken. Dus uh, dat vind ik het aardig. Dus daar hebben we wel zeker over nagedacht. Van, we willen jong en oud daarmee gewoon aanspreken. Dat ze niet straks roepen van... oh, daar heb je weer het zoveelste inspiratieboek... met uh, wollige teksten of een paar loze kreten. Dat, dat, dat is niet de bedoeling geweest. Ik hoop ook dat het zo overkomt, anders heb ik het niet goed gedaan. Ja. <laughs> Wanneer is het klaar? Hè? Uh, deze week. En dan wordt het uh, gedrukt in uh, begin november, en dan hebben we eind november een presentatie. En het is ook precies voor Sinterklaas en kerstfeest. Daar worden in de boekwinkels wel rekening mee gehouden. Zeker. Nou, zeker. Vader, Alle vaders die hier krijgen straks een ja, boek. Ja. Hey, jouw vader, die, uh, je, je, je kan die je voorstellen. Die houdt echt van boeken. Die, die ja. is echt een en die, die houdt ook wel van Marianne Timmer. Uh, ik denk het wel. Hoe oud is jouw vader? Hij is 54, ja. Nou, dan, is hij, dan weet hij meteen, als je roept Timmertje, Timmertje, wat ga je ja. doen? Wat was dat ook weer? Timmetje, Timmetje. Ja, dat was, zij was de outsider. Niemand had rekening met haar gehouden. Toen reed ze naar goud. En met een ongelooflijke tijd. Olympische record. En Frank Snoeks was de commentator. En die zat vol verbazing te kijken. Hij zei echt van Timmetje, timmertje. Wat ga je doen? Nou ja, ze reden dus een, uh, een Olympische record. En ze pakte goud. Dus uh, ja. Nou ja, soms heb je van die one-liners die dan uh, de geschiedenis ja. ingaan. We hebben het nu over sporthelden. Hè? Grote meneer en mevrouwen. Die... Een biografie krijgen van jullie. Is er een sportheld die jullie zouden kunnen noemen, waarvan je zegt van, daar zouden je zijn boek over moeten schrijven? Ik heb vergeten wat haar naam is, maar dat is de. Uh, nu dat ze laatst, volgens mij had ze net dat, dat ze over de streep rende. Femke Bol. Ja. ja. Ja, ik vond het heel bijzonder dat ze echt net het laatste lippendrive, ze gewoon vijf mensen overgehaald. Ja, dat was een geweldige race. Zij stelt voor, maak een biografie over Femke Bol. Ja, dan is dat een ik, goed idee? Dan zeg ik uh, nee, nog niet. Want? Omdat ze te jong is. Yeah? Wat heeft zij meegemaakt? Behalve een jeugd lang trainen en nu dan wedstrijden lopen. Dan, dan moet dat boek bijna alleen maar gaan over dit hoogtepunt. Terwijl er nog vele zullen komen. En ze zal misschien ook met tegenslag te maken hebben. Door een keer een blessure. Hè, dat ik een half jaar niet kan sporten. Dat vind ik interessant. Hoe ga je daar dan mee om? En, ja. uh, dus ik zeg altijd, er was ooit een biografie van Rafael van der Vaart. Ik geloof dat hij toen 19 was. Ja, dat vind ik echt waanzin. Heb jij nog een suggestie? Want deze suggestie was een heel slecht idee van haar. De uh, tennisser Serena. Serena ja. Willems. Ja. Ja. Ik hou wel echt van tennis. Heb ook heel lang tennis gespeeld. Er is zelfs een hele documentaire over gemaakt. Ja, klopt. Film over gemaakt. Film ook Film, ja. Ja. Oh, dat heb ik nog niet gekeken. Die moet je kijken. Okay, Die zal jij leuk geloof. vinden. Haar vader heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Zou jouw vader ja, jou... ja Ja, echt. Ja? Ja. Hij was echt... Uh, nou ja, als ik nu op dit moment nog steeds zou gaan tennissen, dan zou hij wel echt uh, brengen en meekijken en af en toe ook meespelen en helpen. Dus dat, dat zou mijn vader ook echt doen. Maar die, die, die band werd natuurlijk enorm op de proef gesteld. Hè? Want hij, kijk, nu zou je het misschien grensoverschrijdend kunnen noemen: sommige dingen hè, qua hardheid. Maar om echt die top te halen, moet je heel veel laten. En dat heeft hij ze wel bijgebracht. Zou, kan jij als vader op een gegeven moment te ver gaan om je zoon onder druk te zetten? Nee. Nee? Ik heb twee zonen en die konden allebei, kunnen allebei heel goed voetballen. Maar ik heb dat altijd... Misschien omdat het mijn vak is. Dat ik juist heb gezien dat het zo vaak misgaat. Heb ik altijd gedacht van... Uh, het plezier is echt het allerbelangrijkste. En als ik merk dat er weerstand komt. Dat je, dat je gaat pushen. Dan moet je terugstappen. Ik heb nog een paar stellingen, jongens. En dan pak je bordje er even bij. Dan gaan we over de stellingen. Daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Nou, ik vind dus van wel. De stellingen. Sportbiografieën zijn vaak te positief. Ik wil het eerst puur. Je wil het puur? Dan moet je mijn boeken lezen. Ja. Ja. <laughs> Heel goed. Boeken zou je moeten luisteren, niet moeten lezen. Oneens. Jullie willen boeken graag lezen. Ik vind de boeken meer interessant. Dus. Gewoon juist. Ja. Ja. Wij hebben nu een podcast gemaakt met Jury. Je kan ook een boek lezen. Van Jury. Dan nou, kun je kiezen tussen deze podcast luisteren of een boek van Jury lezen. Nou, als ik zou moeten kiezen, dan, nou ja, um, dan zou ik eerst de podcast luisteren. En als dat mij dan interessant lijkt, dan ga ik wel een boek kopen. Ja. ja. Oké, okay. en jij? Ik wil dan inderdaad, inderdaad een podcast, want dan krijg je een beetje introductie van hoe het gaat. Net als de achterkant van een boek. Ja. En dan zou ik, ja, dan zou ik dus inderdaad een boek kopen. Je luistert naar Het Leermoment. Het Leermoment. Het Leermoment. Het leermoment. Wat, wat is jouw leermoment? Hey, um, even de laatste vraag. Dit programma heet Het Leermoment. Hè? Heb je nou van dit gesprek wat we voeren met elkaar, heb je er iets van geleerd? Ja, dat je op verschillende kanten kan zien van hoe een boek gaat. En uh, hoe heet het? Uh, ja, allemaal mensen hebben natuurlijk een andere mening. Mm -hmm. En dat vind ik ook belangrijk dat mensen dat kunnen ja zien ja. en zo en ik vind, ja wat is jouw leermoment ja precies wat zij zegt en um, ik weet nu ook wat meer over voetbal wat ja ik ook, dat dat ook ja uit. inderdaad Jori wat is jouw leermoment um, nou de meer dat uh, uh, ik weer een soort confrontatie heb met, uh, de, met de studenten van nu het is altijd leuk om dat te zien om het te ervaren met kleinere kinderen gehad om, om te zien ook hoe, hoe zij in het leven staan en wat ze denken dat kun je natuurlijk niet helemaal uh, inschatten maar wel een beetje dus ik vond het leuk om, om daarna te luisteren um, uh, wat ik belangrijk vind wat ik ook wilde overbrengen is ook met mijn boeken maar ook naar de jongere generatie van kijk verder dan die vluchtigheid uh, jullie zijn best wel met veel vluchtigheid bezig uh, door ook die vreselijke telefoontjes uh, het hele leven zit in dat schermpje verpakt. En, en er op een dag kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet relevant is. Het gaat erom hoe jij mensen in de ogen kijkt en hoe je met ze omgaat. En dat mis ik wel. Uh, daarom vond ik het leuk om dit mee te maken. Tot slot, hè? We zijn deze podcast begonnen met drie jongens en vijf meiden. De drie jongens zijn weg. De vijf meiden zitten er nog. En de vijf meiden zitten eigenlijk allemaal wel een beetje mee te doen. Mee te praten, vragen te stellen enzovoort. Is dat nou typisch voor jullie, dat jullie heel geïnteresseerd zijn? Of zijn of voor alle, jongens, alle jongens minder geïnteresseerd? Nou, je hebt toch niks beters te doen als je naar buiten gaat. Kan je het goed, die zitten en meedoen. Ja, maar dat, dat zijn, is dus blijkbaar. Dat zijn de meiden die er zo over denken. Maar niet de jongens. Ik heb vooral het gevoel, de jongens die hier zaten, die hebben zelf heel erg het gevoel dat ze heel veel weten van de sport. Dus uh, het is ook een beetje koppigheid. En uh, het is wel een beetje apart natuurlijk. Want wij gaven al aan van we weten eigenlijk niet heel veel van sport. Yeah. Maar we willen toch wel die uh, interesse tonen en meedoen om er wel iets van te leren. Yeah. Ja, maar dat is dus wel kenmerkend, vind ik. Want de spanningsboog van heel veel mensen is dus gewoon zo klein. Dus ja, als jij geen vijf minuten kan luisteren naar iets, of kan dan... Deze vijf meiden, die, uh, ja, die zitten nu. Ja, nou, dat vind dus, dat, wat jij nou net zegt, vind ik dus hartstikke leuk. Want daardoor word je bijvoorbeeld verrast. Nee, maar als je inderdaad het uitgangspunt hebt van, nou ja, ik loop maar naar binnen, want uh, ja, het is hier. En ja, dan is al je uitgangspunt anders dan dat je denkt, nou, even kijken. Of uh, dat jullie ook aanschuiven om mee te doen. Dan zit je anders in de wedstrijd, om maar een sportterm te gebruiken. En... Dan ben je misschien ook wel geïnteresseerd in andere dingen. En het woord sportbiografie is misschien heel zo'n zo kapstokje, maar daaronder zit veel meer. En dat, dat is dus precies ook wat het interessante is aan verhalen. Je wordt wel eens verrast. En, en, uh, dus ik vind het leuk dat jullie er zo in staan. Echte allerlaatste vraag. Hè? We hebben nu een podcast gemaakt met elkaar. Kunnen jullie je voorstellen dat je zelf ook een keer een podcast maakt? Ik heb het gedaan. Ja? Jij hebt het al gedaan? Vijf keer. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ik moest het alleen. Het was echt een opdracht voor een maand. En dat was op in Denemarken. Dus daarom zei ik: ik kan het wel in Deens doen. Ja, goed. Maar, uh, dat was mijn school daar. En ja, ik vond het geweldig. En ik dacht, juist omdat het over voetbal ging. Ja. Mijn vader is, uh, heeft me eigenlijk opgevoed met voetbal. En toen werd het voor mijn een. Maar nog steeds, vo voetbal zit daarnaast. Volgende en... keer gaan we het over Max Verstappen hebben. O, nou, ja. nou daar kan ik helemaal praten. <laughs> hey, hoe denken jullie daarover? Zouden jullie. Nee? Nee, ik niet, omdat. Um... Ik vind het wat gevaarlijker of zo. Ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld in een interview dat is heel erg meer de eenzijdige vragen en een podcast vind ik meer echt zo'n comfortabel gesprek waar je sneller dingen zegt mm -hmm. en dan moet je heel erg opletten wat je zegt. Ik heb ook Want het wat kan tegen je gebruiken? Ja, u was wat meer uitdagender, maar ik had wel het gevoel dat hij echt gewoon zo'n punt kon onderbouwen, zegt van nee dat vind ik toch niet en ik heb het gevoel dat ik meer erin zou meegaan, dat ik me laat uitdagen. Zeg. Ja, ja. Maar het leek mij zo leuk. Want ik vind het namelijk heel leuk om zo met te kletsen. En ik vind het geweldig dat jullie lekker meekletsen, want daardoor wordt het levendig. En ik zou het zo leuk vinden als jullie zelf ook een keer met vier meiden bijvoorbeeld rond de microfoons. En dan, dan mag het gaan over docenten of over je ouders of over broertjes en zusjes of hey, al die, die broertjes en zusjes die jij hebt. Vijftien, veertien zeg. Dus dat, dat lijkt me heel leuk als jullie daarover praten. Want ik zou er naar luisteren. Dat meen ik serieus. Het lijkt me er leuk om daarnaar te luisteren. En ik denk ook wel dat je er veel van kan leren. Denken jullie dat niet? Nou, ja, ik heb er wel eens mee gedaan met podcasts En dat wat zij zegt? Hmm. Soms halen mensen echt dingen uit dan dat je. Dan denk je van, oh ja, dat kon ik niet zeggen. Maar dat, dat, dat halen ze gewoon uit je. En automatisch zeg je het gewoon. Ja. Maar zo moet je het eigenlijk nooit ingaan. Je moet er gewoon een gesprek open ingaan. En denk ik, dit wil ik kwijt. En ik laat me niet iets ontlokken over dit of dat. He, dan, dan kan het ook niet misgaan. Het is op zich jammer dat het een negatieve betekenis kan, kan hebben. Want in principe is het positief, vind ik, qua aandacht... dat juist ja, podcast populair is. Ja. Want dat betekent dat mensen de moeite nemen... om een tijdje, langer dan twee minuten, naar iets te luisteren. He, want dat is natuurlijk vaak wat moeilijk is. Daarom zijn die TikTok-filmpjes maar kort. In je volgende biografie moet je in ieder geval zorgen... dat er bij dat boek ook een podcast is. Waar jij, Want ja. volgens mij ben je heel goed in staat... om een sporter lekker te ondervragen... en daar een mooie podcast van te maken. Ja, het is ook wel eens gevraagd, um, maar ja, je moet dan wel zoiets optuigen als dit. Jullie ja, hebben hier de, de middelen. Je kent Naomi nu. Ja, dat scheelt. Die ken de, ik al langer. Precies. Dus Naomi heeft dit. Nee, want die is binnenkort weg hier. Nee, ja, maar Nu is <laughs> ze er nog. En ze heeft heel veel invloed. En, uh, en dan kan jij gewoon. Ze dus moet al die podcastjes in een week opnemen voordat ze weggaat. Ja. Uh, ja, nou één, één podcast <laughs> okay, is voldoende. Ja. Maar dat, daar is de bibliotheek dus voor, jongens. Dus het, het staat hier. En jullie kunnen voor gratis. Kan je hier een podcast maken? Hey, ik vond het in ieder geval erg leuk dat jullie op deze manier meededen, uh, meiden. Dankjewel. En jullie, ontzettend bedankt. Ja, graag Zullen we nou. een applausje geven?